er gebeurde in deze Battle Grounds aflevering. Lulu, put your hands up. Die heeft mijn motor kapot geschoten. Gino van je games, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Gino en vandaag gaan we de nieuwe map op Battleground spelen. Let's go! En oh ja, vergeet niet die soppen gelijk even. Yo! Dat lijkt me een grappig. Ga je naar mij? Ja, ik ook niet gelijk dood, want het is best wel een kleine map. En ja, dat is eigenlijk ook de bedoeling van deze map, dat de map er klein uitziet. En dat je elkaar dan sneller kan killen, omdat ja, inderdaad een kleiner land is. Kijk, we kunnen ook gewoon naar een klein huisje gaan zo en random ergens heen gaan. Ja, dit is echt de eerste keer dat ik deze nieuwe map speel. En ja, voor de mensen die het afvragen, ja, deze map kan je maar een tijdje spelen tot 5 april. En ja, dat deze video online is, dat is zo'n 5 april geweest. En later pas komt deze map eraan. Het is eigenlijk een soort beoordeling van ja, wat mensen er nou vinden enzovoort. Het lijkt echt zo erg op een op Afrika. Op Afrika, zo. We landen ergens in de moeras. Deze skin die past inderdaad wel bij deze map. Die huisjes ziet er wel grappig uit. De tropisch. Grappig jongens. Waarom kan ik het niet pakken? Ik doe er gewoon een jaar over om te pakken, jongens. Ja, dit wapen vind ik zelf niet echt een goed wapen, maar... Ja, joh. Anders hebben we helemaal niks. Anders hebben we helemaal niks. Oh, hier, er staat daar opeens een auto. Nice. Even kijken, we hebben nog geen shield. Twee keer scope. Nou, hier kunnen we op zich wel mensen mee killen. Denk ik. Oeh, kijk eens wat daar ligt. Oeh, kijk, dit is een goudhuis. Holy moly, dit huis zit echt vol... Je loot, ik hoorde wat... Worden wat? Kijk dan hoeveel Kalashnikovs. Dat is lachen jongens. Even kijken. We zitten nog in de cirkel. Ja, want die map is inderdaad zo klein. Die cirkel is bijna groter dan die. We rijden gewoon hier in het dorp. Holy, kijk dan. Ik word een beetje beschoten, dames en heren. Dat is zo de bedoeling. Waar zou die zijn? Kijk, hij komt. Hij zit daar achter die steen. Hij wil me killen, hè? Luk. Ja, hé. Hey. Holy shit, hé. Waar zit die gek dan? Gekkie. Jongen, dit is gewoon... Hè? Hij durft gewoon niet, jongens.
Kom nou, jongen. Mietje. Ja, ik durf niet eens, jongens. Ja, jammer, hè? Hoppa! Ja, noep. Mooi tasje heb je. Oh, die had ik al volgens mij. Mooi kledingsoort stukje heb je. Ja, joh. Kom anders. Luid, jongen, van die scar. What the fuck. Oké, maar let's loot. Denk ik. Ja, of we worden beschoten. Ja, hier ligt ook allemaal Kalashnikovje, jongen. Dit is echt zo typisch, hè. Want vooral in Afrika hebben ze, ja, zie ze vaak met die donkere mannen met Kalashnikov. En je vindt in deze map echt super veel Kalashnikov. Is dat niet een beetje racistisch of zo? What the fuck. Ik ben wel blij dat ik zo'n scar heb gevonden, want dat is een van de beste wapens. En we zitten nog steeds in de cirkel. In dit huis, ben ik daar al geweest? 36 mensen alive. En zo je ziet, ik kan totaal geen granaten gooien. Oh, hier. Wacht eens. Ik dacht dat ik wat hoor. Ik denk elke keer dat ik wat hoor, ofzo. Ik denk dat ik ook even moet gaan vluchten, zo. Laten we dat maar niet met de auto doen. Dat maakt veel kabaal. Ik denk dat ik toch even mijn settings op low ga zetten, want dat is fijner spelen met opnames aan, vind ik. Voor een motor. Ga er even naartoe, Rick. Zijn we hier niet al geweest of zo? Nu is het met de cirkel. Hé, hey, joh, die toxic is. Oh, die gaat nu wel. Maar ik hoorde net echt super dichtbij schoten. Wat moet ik doen, jongens? Ik word beschoten. Ja, leuk. Hé, hey, wat leuk. Ik word geschoten. Ja, boven protectie. Ook leuk. Nee! Oh, dit. Ja, hij had ook bovenprotectie, wat ik zo zei. Oh, dit is jammer. Oeh, ik had hem wel geraakt. What the fuck? Kijk dan. Daar stond ik, hoor. Ik wist niet eens dat ik hem geraakt had, jongen. Hij had ook gespaard. Oh, jammer. Oké, op naar het volgende potje. Kijk, het lijkt net alsof dit water er heel helder uitziet. Want meestal op de maps laten ze dat water heel helder eruit zien. Ja, als iets wit is, Altijd als ik ga praten gaat iemand door me heen zingen, dat is wel balen. Maar ja, oké, laten we dan eens even hierheen gaan. Want dat stinkt nog tempels. Maar dat redden we zeker weer niet. Wat leuk. Wat leuk allemaal. Het is wel een grote tempel, hè? Ik zou er wel heen willen lopen. Het ziet er erg af uit, zo. Anders gaan we dit naar dit kleine dorpje toe. Lijkt wel als we hier net waren, joh.
Ja, ik vind er nog wel wat bugs in deze game. Hé, hey, kijk, een MV16, dat is lekker. Ik moet echt elke keer op die F drukken, want anders pakt hij helemaal niks op, joh. Oeh, een Scar. Shit, hey, ze hebben hier wel lekkere wapens in deze map. Oh, oh. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh, die fuck. Dat killde mij bijna. Godsdom, je liet me wel schrikken, maat. Snel vielen. Zie je dat die M416 lekker is of zo? Of hoe je het zegt? Hoe zeg je dat? M416, ja, precies. Oké. Okay. We kunnen alleen heel lastig die healing ding pakken. Oh ja, sorry, ik ben Fortnite gewend. Dat moet je gewoon via inventory pakken. Lekker, maar ik zit te twijfelen met Scar, maar. Dat kan zeker niet, twee dingen. Hier, dan drop je dat. Maar, ja joh. Ik heb wel hier iemand mee gekild, dus hij is wel doodbaar. Doodmaakbaar. Ik zag iemand lopen, hek. Nah, jongen, hij stond mij ervoor op te wachten. Ja, jammer. Met zijn MV16, jongen. Zie je dat ik dope aanmaakbaar ben met die MV16, jongen? Het gaat hartstikke goed. Lululu, put your hands up. Ja, laten we hopelijk weer deze keer wat van maken. Ik wou eens een keer dit ontdekken, want ik wou er eerst heen gaan. Maar het arme Tony Resort, dus het is een soort hotel. Maar het leek wel op een soort kasteel, een tempel of zo. Wat was dat nou? Een soort tempel, een Chinese tempel leek het wel. Laten we daarheen gaan. Ik hoop dat we dat redden. Want ja, we hebben helaas wel een klein beetje. Zo, hé, een onbewoond eiland. Dat ziet er ook gaaf uit. Dat gaan we ook wel eens een keer even beleven. Dat is ook gaaf. Misschien worden we wel vervloekt. Want het ziet er wel heel donker uit. Heel grijs. Of, misschien, ik weet het al. Deze gebouw is nog niet geladen. Dat is het dus. Lachen. Oeh, kijk dan. Ze hebben hier echt veel lekkere wapens, jongens. Oeh, een 8-keer scope, jongens. Heerlijk. Maar dit is een raar eng gebouw, joh. Oeh, ik vind het wel een openbare plek. Want ja, zoals je ziet, deze map is nog niet helemaal af. Helemaal niet gemaakt. Zeg maar, je ziet dit zijn allemaal rare blokjes. En normaal hoort dit. Normaal hoort dit soort, ja, echt steen te lijken. Maar dit is gewoon. O jee. Waar zouden die gekken toch moeten zijn? Waar? Waar dan, jongens? Tell me, where are you? Ja, het is inderdaad een resort. Allemaal van die grappige huisjes, joh. Hotelkamers. Lachen. Dit vind ik best wel leuk om te spelen. Kijk, dat is zo'n hotel. Dat vind ik echt gaaf. Een soort Indische. Dit is een soort India. Maar waarom zie ik geen mensheid? Nah, what the fuck? Ik schoot er wel vol door zijn hoofd heen, maar hè? Nah, ik ben benieuwd. Hij stond mij vol in de gaten te houden. Hij zag me nog niet eens, dat weet ik. Of wel? Hè? Oh, kijk, hij ziet mij. Hij is wel hartstikke schrikker, dus kijk dan. Soms had hij lag. Oh, ik schoot hem wel hoor, maar ja joh, hij heeft me weer eens. Hallo. Nederlander. Nou ja, mensen. Zet het ja man. Laten we naar dit kleine eilandje gaan. Want dit is op zich ook wel graag, wat we net hebben beleefd. Arbedon. Zo, kijk dan, dit ziet er wel heel tropisch uit. Kijk dan, met één huisje zo midden op dat eiland. Oh, gaaf. Gaaf hoor.
Yeah. Alleen waarschijnlijk is hier niks te looten, maar zou er nog iemand zijn? Nou, let's loot. Oh, kijk eens wat we hier hebben. Dit is wel vechtbaar. Lachen, jongens. Oh, kijk dan, een mooi strandje daar. Oh, kijk eens hoe tropisch. Oh, kijk eens hoe heerlijk dit is. Tropical. Dit lijkt echt zo erg op, ja, Bangkok of zoiets. Want hij gaat mij doodschieten nu. Zo. Is hij nu doodschiet? Ja. Kijk. Nu hebben we een touring versie, jongens. Dan kunnen we de map ontdekken. Dat is wel lachen. Oh, ik kan ook aanrijden hier, want ik zag daar net niet. Oké, nou. Lachen, jongens. Zo door de modderpad. Lachen. Ja, ik moet wel hard rijden. Hoe hard rijd je? Dat kan je niet eens zien. Ik weet echt niet waar ik heen rijd, maar het ziet er allemaal zo interessant uit. Weet je, een nieuwe map of zo. Inderdaad, jullie willen actie zien. Ja, dat is wel goed. En natuurlijk komen er meer afleveringen van deze map en natuurlijk meer Battlegrounds van online. Dus maak je geen zorgen. Abonneer zeker. Dan maak je helemaal geen zorgen, want... ja, ik, inderdaad had ik even 2-3 maandjes geen Battlegrounds upload. Ik weet eigenlijk niet waarom. Ik speelde het wel, maar ja, ik vind het ook niet zo leuk. Hier heb je een Battlegrounds aflevering. En de vorige was ook een Battlegrounds aflevering. Maar ja, de kwaliteit was niet minder, maar ja, je, shit happens. Hier ook allemaal dorpjes, jongens. Nou ja, mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En ja, ik ga zo hard cringy dood. Maar ja, tot bij een volgende Battlegrounds aflevering hier op Genoa James. Vergeet niet te abonneren voor meer. Later. Ik toeterde toch? Nou, dat is...